Hey en welkom terug in een nieuwe video. Het is een tijdje geleden, maar ik voelde niet echt de stroom aan informatie. En je weet het misschien nog niet, maar ik maak enkel mijn video's waarvan dat mijn leerling, mijn gidsen me doorgeven dat het inderdaad een thema is waar dat de mensen zijn die er gebruik van kunnen maken of dat het hen verder helpt. Dus ik maak niet zomaar video's voor de statistieken of de numbers op YouTube. De zaken die ik maak is eigenlijk bedoeld om je vooruit te helpen, om je inzichten te geven in waar dat je ook dan mag doorheen gaan. En vandaag gaat het over eigenlijk een vraag die je misschien zelf ook al eens hebt gesteld. Namelijk, bestaat ware geluk echt? Bestaat ware geluk echt? Of houden we onszelf voor de gek? En deze vraag kwam er eigenlijk naar aanleiding van een vraag die mijn tweelingvlam een tijdje geleden gesteld had. Does true happiness exist? En op dat moment had ik eigenlijk zonder aarzelen geantwoord van ja, natuurlijk, want ik voel het. Alleen wanneer dat je, de vraag is wanneer weet je of dat het geluk, het diepe zielsgeluk, wanneer weet je dat je dat gevonden hebt? Of zijn we gewoon allemaal gehersenspoeld door al de romantische comedies die we zien op Netflix en op televisie? En gaan we daardoor gaan denken dat we gelukkig zijn? Wie zal het zeggen? Wel, ik ben dus eventjes dan gaan intunen op die vraag, op dat thema. En toen kwam er eigenlijk heel antwoorden ook naar boven. En eigenlijk pas toen ik ook deze vraag zag terugkomen bij klanten, wist ik dat het tijd was om hierover iets met jullie te delen. Nu, uit ervaring kan ik je vertellen dat beide mogelijk zijn. Het kan zijn dat je denkt dat je gelukkig bent. En wellicht ga je nu zeggen, maar ik voel me ook gelukkig. Dat kan. Alleen het probleem hiermee is, is dat je pas maar nadien doorhebt dat je eigenlijk niet gelukkig was. Eens je bewust geworden bent en vooral hebt toegegeven aan jezelf dat je niet gelukkig was of bent, dan vallen de oogkleppen af en zie je de waarheid. Zelf ervaar ik het meermaals dat ik, als je het fysiek en mentaal gezien zou bekijken, gelukkig zou moeten zijn. En eerlijk gezegd heb ik ook heel lange tijd gedacht dat dat ook zo was. Want als je een aantal logische verklaringen en referentiekaders van anderen erbij zou nemen, dan had je eigenlijk, of had ik eigenlijk alles om gelukkig te zijn. Dus waarom zou ik dan niet gelukkig zijn? Alleen, wat iemand anders gelukkig maakt, zorgt daarom niet onmiddellijk voor jouw geluk. Vergeet dat niet, dat is belangrijk. Bovendien, hoe kan je diep, oprecht geluk ervaren als je niet leeft volgens je authentieke zelf? Hoe kan je oprecht zielsgeluk ervaren als jij je ziel elke dag nog verstopt en niet toont in het leven dat je nu leidt? En sorry als ik je roze wolk nu ga doorprikken of doorprikt heb, maar het is een illusie. Het is oké om je nu misschien ontgoocheld te voelen, maar het is gewoon onmogelijk. Ware zielsgeluk kan niet zonder jezelf te zijn. Diep zielsgeluk komt er pas wanneer je gezien wordt voor wie dat je authentiek bent. Met al je gebreken, al je angsten, al je wonden en trauma's voel je dat je er toch mag zijn. En alles in je leven, iedereen om je heen, spiegelt dan terug naar jou wie dat je werkelijk bent. Wat dan maakt dat als je tijd nodig hebt, dat dat jou wordt gegeven. En het wordt gerespecteerd wanneer je voelt dat je ruimte nodig hebt, wanneer je wilt alleen zijn, wanneer je, dat je moet opladen bijvoorbeeld. Of wil je een andere weg inslaan in je leven? Dan zal je ziel roepen als eerste in de rij, ja, graag. Dus liefste ziel, liefste jij, waarom nog langer doen alsof? Probeer de controle te houden over je leven, put jezelf alleen maar uit. Probeer de controle te houden over je leven, put jezelf alleen maar uit. Wat als je nu die muren laat zakken en leert jezelf te zijn? En geen moeilijke regels over rollen, over hoe alles zou moeten verlopen als moeder of vader of als zoon of dochter of vriendin van of in een relatie. Nee. Het enige wat jij hoeft te doen is jezelf zijn. En hier word je gewoon de beste in. Zonder aarzelen, zonder twijfelen, zet je jezelf elke dag opnieuw de wereld in. Zet je jezelf elke dag terug, deel je jezelf weer in de wereld. Maar je echte zelf, niet je rollen zelf, niet je zelf achter een masker. Want tenslotte is er maar één van jou. En we hebben de echte jij nodig hier op aarde. Geen slechte kopie van iemand anders, want daar zijn er genoeg van. Nu, hoe weet je of dat jij nu gelukkig bent?
Het is pas wanneer je iets zelf ervaart dat je kan zeggen of dat iets echt bestaat. Tenminste, voordien kan je dat ook al. Maar het is maar op het ogenblik waardoor je door niets of niemand je nog iets laat wijsmaken, dan kom je op een punt dat je weet dat het bestaat. Tot dan gaat er eigenlijk over dat je gewoon moet vertrouwen in jezelf. Dat je moet vertrouwen in je visie. En in het innerlijke weten dat oprecht geluk echt bestaat. Weten dat jij het waar bent om dat diepe zielsgeluk te ervaren. Met elke vezel van je lichaam, met elke vezel van je bestaan. En eigenlijk is het niet alleen met betrekking tot echt geluk dat het ook zo werkt. Het werkt met alles zo. Als jij een droom hebt, een verlangen hebt, en je voelt gewoon dat dat ooit zich manifesteert in jouw leven, dan zal dat ook zo zijn. Toen ik het verschil mocht ervaren tussen denken geluk te ervaren en oprecht diep zielsgeluk, wist ik dat ik mezelf eigenlijk jaren niets wijs gemaakt had. Ik had een soort referentiekader opgebouwd vanuit alles wat ik wist, vanuit wat ik ervaren had in de wereld om me heen, gedurende de jaren dat ik opgegroeid ben en eigenlijk ouder geworden was. Alleen het enige wat ik geen rekening mee hield, was de verbinding met mezelf, de verbinding met mijn ziel. Ik wist eigenlijk op dat moment nog niet dat ik er rekening moest mee houden, of dat dat eigenlijk het belangrijkste was. Maar toch, al heel vroeg was mijn ziel op zoek naar iets. En ondanks het feit dat ik dat dacht gelukkig te zijn, bleef mijn ziel me zoeken. Want mijn ziel wist immers dat er nog iets hogers voor mij voorbestemd was. Iets wat meer was dan goed genoeg. Want een mooie mens, ook jij, verdient meer dan goed genoeg. En of het nu gaat om een relatie, of het gaat om een job, of je woonplaats, het maakt niet uit. In alles wat je doet mag je jou en moet je eigenlijk jouw ziel laten doorstralen. En dat kan alleen als je durft je authentieke zelf te zijn op elk moment van de dag in alles wat je doet in elke relatie. Wat anderen ook denken of wat anderen ook zeggen, jij weet wat je nodig hebt en jij weet wat je hier te doen hebt. Een zin is, wat ik altijd vertel aan iedereen die met mij samenwerkt, is, je hebt altijd een keuze. En het enige wat anders is, dat zijn de consequenties of de resultaten naar aanleiding van de keuzes die je maakt. Maar in principe heb je altijd een keuze. En wanneer je leert keuzes te maken die alleen liggen met je zielspad, dan zal je zien dat niet alleen het universum voor je gaat gaan werken, meer nog, er gaan deuren openen waarvoorheen alleen maar blokkades en obstakels zaten. Als bij magie, als bij wonder, gaan er zaken gaan verschuiven. Gaan er mogelijkheden, kansen op je pad komen, dat je zelfs eigenlijk bestaan niet van mogelijk geacht had. Kies je ervoor om het op jouw manier te doen, dan is dat ook goed. Alleen zal je merken dat het voelt alsof je tegen de stroom blijft inzwemmen. Hij komt telkens weer op hetzelfde pad uit. En het lijkt eigenlijk alsof hij dezelfde les over en over en over krijgt voorgeschoteld. Net zoals in die films waarbij dat ze dezelfde dag altijd maar over en opnieuw en opnieuw weer beleven totdat ze een bepaalde les geleerd hebben. Dus leer de les als je wenst door te gaan naar het volgende level of naar de volgende dag. Wil je waar geluk in je leven ervaren? Wil je vreugde, onvoorwaardelijke liefde aantrekken in je leven? Kijk dan je demonen in de ogen. Omarm je schaduw, want zij vormen de ballast. Zij zorgen ervoor dat het lijkt alsof je waar geluk nog buiten bereik ligt. De ballast zorgt ervoor dat je verwijderd blijft van al overvloed, van waar geluk en van onvoorwaardelijke liefde, die eigenlijk voor iedereen beschikbaar is en vrij beschikbaar is. Maar het is alleen de schaduwen en de demonen die eigenlijk nog tussen jou en je dromen staan. Waar geluk is niet afhankelijk van andere mensen of situaties. Het is een innerlijke staat van zijn. En eens dat je het gevoeld hebt, weet je wat op jouw pad ligt en wat dat dan niet voor jou is. En dat gaat loslaten ook moeitelozer, omdat je vertrouwt dat er altijd iets beters op je pad komt. Ten slotte, als je weet en vertrouwt dat alles wat gebeurt in je leven voor ieders hoogste goed betrokken is, ook al lijkt dat niet onmiddellijk zo, dan ga je ook veel gemakkelijker gaan vertrouwen dat op lange termijn en vanuit zielsaspect dat je altijd de beste weg kiest, de beste keuzes maakt. Wanneer je in een zielsconnectie bent met een tweelingvlam, een tweelingziel of een soulmate, dan is er de extra uitdaging om je authentieke zelf ook neer te zetten in die relatie, in die connectie. En dat is best uitdagend, want het laat je door angsten heen gaan, zodanig dat je vanuit je zuiverste zelf in die relatie zou gaan staan. En laat nu net dat hetgeen zijn wat ook weer nodig is om waar geluk diep in jezelf te bevrijden van alle dikke lage stof. Dus omarm de uitdaging dat je in die zielsconnectie voorgeschoteld krijgt, want het laat je ziel groeien.
Het is een tool om de zuiverste, beste versie van jezelf te worden. En met als beloning krijg je dan onvoorwaardelijke liefde, waar geluk en vrijheid. En dat is zalig. En ja, soms lijkt het alsof je in de zevende hemel bent beland, een andere wereld. En eerlijk gezegd, het is ook een andere wereld. Waarom? Omdat jij aan jezelf gewerkt hebt. Is jouw trilling verhoogd? Is jouw frequentie, energetische frequentie verhoogd? Waardoor je een hoger bewustzijn, vanuit een hoger bewustzijn gaat gaan leven. En dat maakt dat je deuren geopend hebt naar een nieuwe dimensie. Naar de nieuwe aarde. Die deuren heb je voor jezelf geopend. Ik zou zeggen, welkom in je volgende avontuur. In het volgende boek, in het volgende hoofdstuk van je leven. En zoals altijd stuur ik je heel veel licht en heel veel oneindige liefde. En dat zie ik wel weer in een volgende video. Daag!